Bram Wassenaar, we kijken naar een marathon. Het is voor een aantal atleten de Olympische limiet. Er is er één die loopt een ijzersterke race, Abdi Nageya. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou ja, inderdaad met het gevoel van nou, ik hoop dat in ieder geval één atleet zich kwalificeert en als het kan drie. Maar goed, het is één geworden en de tweede zat er natuurlijk 8 seconden vanaf. Dus ja, nou ja, dat is altijd een beetje zuur. Nou, en Galit zat natuurlijk daar weer een halve minuut achter. Dus maar in ieder geval, Abdi heeft, dat is geen bespreekgeval meer, laten we dat maar zeggen. Ja, dan krijg je dat, hè, bespreekgevallen. Zo'n 6 seconden, kan dat uitmaken dat ze zeggen, nou, doen we gewoon niet. Nou ja, die kans is natuurlijk wel aanwezig. Ik heb, kijk, ik denk dat Michel ook de laatste is die zegt van, nou, limiet is limiet. En dan had ik maar 8 seconden harder moeten lopen. Jij hebt al een atleet, hè? Andrea Deelstra, die mag naar Rio. Nu komt Abdi Nageya erbij. Als je kijkt naar het traject voor die andere twee, Chukwuka en Butter, die moeten, dus, zouden dus nog een limiet moeten doen. Ja, hoe vervelend is dat? Nou ja, vervelend. Kijk, ik kan niet in de harten van de jongens kijken, maar ik neem aan dat ze nog wel een poging wagen. Ja, en dan moet je denk ik kijken naar februari, maart. Ik denk maart. Kijk, april. Rotterdam is natuurlijk wel weer heel erg dicht op de Spelen. He, want dan moet je tot half mei moet je herstellen. Dan heb je mei, juni, juli. Dan heb je 3,5 maand. Ja, en dan loop je dus toch zeg maar 3 marathons in een jaar. Ja, en dat is natuurlijk wel erg veel. Het is een enorme aanslag op je lijf. Ik bedoel, beide jongens hebben hier natuurlijk zijn tot het uiterste gegaan. Je moet herstellen, dan nog een keer opbouwen. Ja, dan wordt het inderdaad maart. En wat voor marathon loop je dan? Ja, of het moet februari, dan heb je Tokio. En dat is natuurlijk ook wel een snelle marathon. Maar ja, goed, dan moet je weer naar het andere eind van de wereld. Dat is ook niet zo lekker natuurlijk. Ja, en maart weet ik zo niet. Volgens mij is Seoul ergens in maart. Dus, nou ja, maar ja, goed, ik heb verder weinig contact met die mannen. Dus ik maak hun planning niet. Maar de planning voor Andrea hebben we al rond, hoor, tot Rio. Dus, ja, even op Andrea Deelstra terugkomen. Dat is wel een atleet... Waar ik altijd van zeg, er zit een kop op in de zin van die weet wat ze wil. Ja, ik bedoel, Andrea is heel makkelijk coachbaar. En je moet als coach bij Andrea ook heel scherp blijven. Omdat ze vaak ja, minstens zo snel denkt als jij. En soms nog wel eens wat sneller. Dus het is voor een coach perfect om ook gewoon scherp te blijven en up-to-date te blijven. Maar ja, goed, in de zin makkelijk coachbaar. Ik bedoel, ze krijgt een schema en ik zie haar 1 keer in de 2, 3, 4 weken op Papendal. En that's it. En ze doet de dingen die ze moet doen. En nou ja, goed, ik bedoel, wat dat betreft doet ze me wel eens denken aan Camille. Camille was precies zo. Daar zat ook een kop op. En die deed ook precies wat ik wilde, op papier. En dat, ja, goed, nou ja, je kent het verhaal van Camille. Ja, jij bent altijd een coach, zeg ik, van voorzichtig opbouw. Zorgen dat wat je doet goed doet. Niet te veel wedstrijden, maar als je een wedstrijd doet, dan is die ook gepland en dan moet je hem ook goed lopen. Ja, precies. Gewoon geleidelijk aan opbouwen. Ook weer richting een marathon. Ik bedoel, 3, 4 maanden voor een marathon, dan loopt Andrea maximaal 1,5 uur, 1 uur 40 minuten. En dat bouwen we geleidelijk aan uit tot zeg maar tot 6 tot 8 weken voor de marathon. En dan gaan we eens een keer een 2 uur pakken in een duurloop. Ja, en we doen toch redelijk vaak wat vlotte duurloopjes. Een beetje zeg maar richting de marathon. Hoe dichter de marathon komt, ja, steeds wat vlotter. Ja, en dat werkt bij haar uitstekend. Je zegt, je hebt geen inkijk in die andere atleten. Chukwuka, Butter, Nageya. Heb natuurlijk daar wel een idee over. Hoe zij hun trainingsopbouw doen? Ben je daar akkoord mee of zeg je, nou, daar heb ik nog wel wat op aan te merken? Ik weet niet. Kijk, ik praat natuurlijk wel eens met Guido Hartensveld in St. Moritz. Ja, en dan hebben we het wel eens over de training. Maar ik heb het idee dat die jongens ook de laatste tijd wel weer wat aerobe trainen. En ja, dat pakt vandaag. Even voor onze lezers, aerobe wil zeggen, nou een beetje onder het omslagpunt, hè? Ja, zeg maar tot en met, ja, gewoon vlotte duurlopen. Zeg maar 17, 18 per uur. Ja, voor een recreant is dat heel hard natuurlijk, maar voor ons is dat vlot. Hè, dus... Dat is jouw visie, dat je dat soort aerobe trainingen veel moet inbouwen? Ja, ja. En spelen met het tempo, dus gewoon niet altijd rustig. Ja, in het begin van de voorbereidingsperiode wel, maar langzamerhand gewoon het tempo wat verhogen in de trainingen.
En dan groei je langzaam naar, zeg maar, naar de topvorm toe. Over toppers gesproken. Ja, Camille Maas hadden we, maar ze komen nog niet in de buurt, hè? Nee, nee. Nou ja, op zich wel fijn voor Camille en voor mij. Ja, maar eigenlijk toch niet. Nee, ik gun het de jongens wel. Maar ja, goed, het is natuurlijk... Kijk, een marathon is natuurlijk altijd een apart verhaal. Kijk, het is niet zo dat als je in je eerste marathon 2:10 loopt, dat je dan in je tweede marathon 2:09 loopt. Zo werkt het niet op de marathon. En vandaag was het leek mooi weer, maar er viel een koude regen, hoor. He, dus dat slaat ook op je benen. Dus ik vind die tijden vandaag van die jongens helemaal niet verkeerd. Kijkend naar de toekomst, hebben wij een generatie waarvan je zegt, kunnen we nog een aantal jaren van genieten? Ja, zeker. Abdi en Galit en kijk, Michel is natuurlijk weer wat ouder. Maar die jongens, daar kunnen we nog wel heel veel plezier van beleven. Ja, kijk, Rio wordt natuurlijk weer een heel ander verhaal, een hele andere marathon. Daar gaat het echt om de plaats en niet om de tijd. Ja, maar ik heb het idee dat als de jongens verstandig omgaan met hun periode, met hun planning en hun jaarplanning, dat er nog wel wat in het vat zit. Het kan snel gaan, hè? Michel Butter was een groot talent. Was al een grote meneer, werd er soms gezegd in een marathon. Maar ja, het kan zo anders gaan. Nou ja, tijd van blessures gaat. Ja, hij heeft in ieder geval bijna zijn oude niveau weer te pakken. En dat is wel een winstpunt. En het is de vraag nu, ja, hoe hij met Guido, zeg maar, daarmee omgaat richting de toekomst. Hè? En ik heb wel eens het idee dat het voor Michel heel goed zou zijn om eens een keer een jaartje geen marathon te lopen. Maar gewoon goed trainen en goed je rust pakken, zodat het lichaam weer helemaal fit is. En dan weer eens een keer aan de marathon denken. Bram, je hebt zelf ook een aantal atleten, André heeft al even genoemd. Zo'n jongen als Tom Wiggers, is dat wat voor de marathon? Hij liep hier keurig als haas, liep een goede 4 mijl van Groningen. Heeft ook wel wat met een lange afstand. Ja, ik denk dat Tom, die moet ook gewoon richting de marathon. Alleen Tom heeft nu een bijna fulltime baan als sportarts. Dus we moeten maar eens kijken of dat in de jaren kan. Maar ik zie in Tom wel een hele goede marathonjongen. Maar goed, eerst krijgen we de EK Cross in december. Daar wil hij graag zich voor kwalificeren in Tilburg, de cross. Ja, en dan volgend jaar heb je natuurlijk de EK 10 kilometer. En de limiet daarop is voor Tom haalbaar. Dus dat zijn de eerste doelen. En daarna denken we wel eens aan een marathon. Je ogen stralen, Bram. Nog altijd genieten van lopen, van trainen, van plannen. Ja, zeker. Ja, ik maak altijd schema's met het grootste plezier. En dan ook jezelf dwingen tot goede trainingen en tot veel variatie. Want dat is ook een van de dingen waar ik heel erg voor ben. Heel veel variatie in de training. Nou ja, en dan als het er dan uitkomt, dan ben je zelf natuurlijk ook een tevreden man. Goed je gesproken te hebben. Dankjewel.